Yo boys, welkom terug bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Martin en vandaag hebben we iets enorm leuks gedaan. Wij hebben namelijk als groep ervoor gezorgd dat we de hele AMB als hostages hebben genomen. En dit hebben we in samenwerking gedaan met twee andere groepen. Mocht je nou zin in hebben in de video, druk zeker weten op dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren voor veel meer leuke content. En dan wens ik jullie heel erg veel plezier met het kijken naar deze video. Lok die ingang, boys. Wacht de politie. Wacht de politie, man. De twee buitenste deuren zijn allebei op slot. Voor iedereen handjes. Beide handjes omhoog, politie ook in de auto. Iedereen klauwen omhoog. Iedereen op de knieën, allemaal. Op de knieën, iedereen. Op de knieën zeg ik toch, luisteren, op de knieën. Die communicatie met ons is afgepakt, laat dat duidelijk zijn. Je moet gewoon luisteren wat wij aan het doen zijn. Anders hebben jullie een probleem dus. Ja, luister. Top. Ja, jullie mogen je kop even dicht houden hier. Ik weet niet wie hier allemaal op de bleuren, maar je mag je kop even dicht houden hier. Stuur hem aan hier. Naar de verste kant, rechts. Rustig mijn collega volgen. Moeten we naar buiten, meneer? Ja, allemaal. Wegwezen. Ja. Rechter. Meest rechter. Rechterdeur, niet links. Rechts. Deze guy, oh wat gek. Wegwezen, kom. Je loopt de hoek in, kerel. Ja, goeie inderdaad, ik kan niet zien. Ja, jongens, we hebben de AMB laten gaan en dat heeft een reden omdat we natuurlijk hun dienst moeten vatten. Ze moeten auto's repareren, motors, dat soort dingen. Daarom laten we de AMB gaan, maar de rest blijft lekker natuurlijk zitten. En zoals jullie zien is het hier een heel erg gezellig feestje, jongens. Kijk dan. Hé, hey, collega, goed bezig. Lekker hoor. Mooi als hostage, hè, die guy. Weg ermee. Hé, je kent me niet, kerel. Hé, je mag even daar gaan zitten. Laatste waarschuwing. Meneer van de trap, ik weet niet wat jij probeert uit te hangen. Maar je mag ook gewoon even bij de groep hoor. Wat denk je dat je beter bent? Met de midden, hoe met de kootels? Op de bijzitter. Hij staat bij hem, jongen. Pak ze gewoon. Bijzitter. Waterpistooltje. Van wat? Op de foto. Schoof aan het dak, op het dak. Eentje op het dak. Zie je deze loop? Kijk er goed in, bro. Huh? Ik heb steeds door je hoofd heen, hè? Ik schiet jou zo hard door jouw kop heen als je nu niet ophoudt. Dus ik weet niet welke masker je... Yes. Hey, allereerst gaat het goed met alle gegijzelnemenden? Zeker weten. Met mij gaat het goed. Het gaat prima met de collega inderdaad. Behandelen ze hier goed. Ik heb een vraagje voor jullie. Hoeveel gijzelnemers zijn jullie? We zijn momenteel met... hoeveel gijzelnemers hebben? Collega, weet jij dat toevallig? Hoeveel gijzelnemers? Ja? Zes. Zes ongeveer inderdaad, ja. Yes. En het gaat hier om vuurwapens en steekwapens, zie ik. Inderdaad. Positief. Goed gezien, kerel. Informatie van krijgen hoeveel dat er allemaal zijn of... Gelijkwaardig verdeeld, dus raad maar. Exact. 3-3. 3-3, oké. Hey, vertel. Wat kan ik noteren op mijn lijstje? Nou ja, we willen hier natuurlijk weer gewoon rustig weg kunnen, toch? Dus wij willen gewoon een vrije doelgang. Geen banden geschiet. En dan nog een mooie 100k. Een mooie 100k. Dat zou ook wel zeer prettig zijn voor de pot, inderdaad. Wit. Wij doen niet aan illegaal geld. Maar zijn de gade burgers. We willen wel een mededeling erbij zetten dat als er nog een keer geschoten wordt binnen, dat wij wel een. Dat wij er wordt niet meer geschoten. We schieten alleen in de lucht als mensen die luisteren. Oké, okay, maar dan, dat willen we ook. We schieten niet op mensen, het is gewoon alleen in waar ze geschoten los. Gewoon niet meer schieten, want wij weten niet wat er gaande is. Ik heb het doorgegeven, het gebeurt niet. Okay. Maar zou ik mogen weten waarom iedereen voor die deuren gaat staan? Ja, er wordt weer geschoten binnen, wij zijn hier. Er wordt geschoten binnen? Nou, ik vind het knap, want we hebben niet geschoten hier. Nee, ook ik als hostage heb geen schoten gehoord. Ik weet niet waar jullie dat wegtoveren dat er schoten zijn gehoord, want we hebben niet geschoten hier. Ja, er is alleen nog geschoten, wel degelijk, meerdere keren. Dus ze zijn hier gewoon. Ik sta hier momenteel met een onderhandelaar. Ze zeggen dat er zojuist weer is geschoten, is dat gebeurd? Nee, dat is zeker niet. Ja, ze vermoeden, ze zeggen van wel, dus daarom willen ze waarschijnlijk gaan invallen. Zeker niet geschoten nu, ik weet het zeker. Oké, jongens, dames en heren, niet meer in de lucht schieten of iets in de richting, anders wordt er ingevallen. Ja, jullie mogen allemaal op onze motor stappen om je klaar te maken. Right, maar ik zou jullie gewoon doen. We mogen allemaal op onze motor stappen, boys. Oké, okay, ik zet jou hier neer, ja? Ik stap bij jou op, ja? Oké, okay, dus we hebben bijna groen licht. We gaan bijna weg. We zitten hier op ons motor met iemand. Ik weet niet wie dit is toevallig, maar één van ons groep. We hebben zo groen licht, jongens, dus we mogen zo weg. We hebben al een mooie route in planning, maar we gaan zien waar we komen, man. Fuck, we're allemaal bandjes. Oké dan. Holy shit. Yo, waar zijn jullie nu? Richting
Wees er even meer op, Park. Zijn klaar bij, we staan allemaal klaar hier bij de locatie. Oké, jongens, de achtervolging is begonnen. Iedereen nog chillings? Denk het wel. Wij zijn weg nu. Ja, wij gaan nog wel. Wij hebben momenteel 1 undercover RS6 achter ons aan. Goeie. Oké, jongens, oké. We gaan hier rechts, 100%. Wij zijn weg nu. Ja, wij gaan nog wel. Wij zijn weg. Zo! Holy shit! Wow! Wow! What the fuck? Holy shit! What the fuck? Nick, zag je dat? Misschien kleding shit, weet je wat, hè? Ja, is goed. Goeie shit, man, dit. Ja, toch? Ik had ervan afgelopen. Ah, ja, toch. Oké, dan boys, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie enorm hebben genoten van deze video. Beloond zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren. Zo vonden het enorm leuk om te doen. Dit was echt mijn allereerste, ja, echte hostage situatie eigenlijk. Hiervoor hebben we natuurlijk wel een winkeltje gedaan, maar goed. Hè, dat is iets heel anders. En in een andere steden ben ik natuurlijk politie geweest. Maar gelukkig ben ik nu weer crimineel. Ik vind het best leuk om te doen, jongens. Dus mocht je nog verbeterpunten hebben voor mij, laat het zeker weten in de comments. Ik was natuurlijk een beetje hyperactief, jongens. Ik was een beetje druk bezig, maar hè, het maakt eigenlijk niet uit. Het is gelukt, daar gaat het om. En het resultaat telt natuurlijk. Hoop vond dit dus leuk. Beloond zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet eronder niet te abonneren. En hopelijk zie ik jullie snel weer in een volgende livestream en of video. En natuurlijk een dikke shout-out naar alle gangs die geholpen hebben bij dit scenario. Let's go!